Fijn dat jullie er zijn. Ik ga niet veel vertellen over deze brug en over de oversteek, want daarvoor zijn we hier. Hier zijn in het verleden bij de Tweede Wereldoorlog met de slag van Arnhem zijn hier 48 Amerikanen gesneuveld. Daar vertelt onze major van de Pipes and Drums, Ronald, het een en ander van. En dan geef ik graag even aan hem het woord. Dames en heren, goedenavond. Ik ben Ronald Luiters en de drum major, zoals het heet, van de Gemert Fire Brigade Pipe Band. Maar ook ex-militair, anders heb ik dit soort dingen natuurlijk niet op. Wat is hier gebeurd? De grote operatie Market Garden, 17 september, gestart vanuit België, was de bedoeling, ingebracht door onze generaal Montgomery, om daadwerkelijk door drie, vier grote bruggen te pakken. Met name gelijk vanuit België over Nederland, over de Siegfried-Helene heen Duitsland in te stoten en voor de kerst de oorlog te beëindigen. Idee was dat een Amerikaanse divisie zou landen onder andere bij Eindhoven, Sonnenbreugel, en nog een Amerikaanse divisie, 82nd Airborne Division heette, hier in Nijmegen, omgeving Groesbeek over Rasselt, en dat de 1st British Division zou landen bij Oosterbeek rond de brug van Arnhem. De bedoeling was die drie bruggen, maar ook de bruggen over het kanaal, Wilhelminakanaal, zodanig snel te pakken dat een heel groot gedeelte van het 30ste korps wat in België klaar stond gelijk kon doorstoten en in één grote boog dat we richting het Rijnland konden. In het Eindhoven is het redelijk gelukt. Eén brug is gesprongen, maar ze hebben het redelijk kunnen pakken. Het verhaal Market Garden, Oosterbeek, Arnhem is u denk ik wel bekend. Daar is het daadwerkelijk mislukt. 5-6 dagen volgehouden, maar de 26e moesten ze toch terug over de Rijn en is uiteindelijk die brug niet gehouden. Deze brug, en dan bedoel ik de grote verre Waalbrug die u in de verte ziet, en een spoorbrug, deze lag er natuurlijk nog niet, was het doel voor de 82e Airborne Division. De divisie die hier bij Groesbeek is geland en met name ook in Overasselt is geland. Twee bruggen in de regio, een hele belangrijke bij Graven. De Graafse brug, nu geheten de Thompsonbrug, was de eerste die gepakt moest worden om vanuit het Brabantse Nijmegen zelf te kunnen bereiken. Dat is gelukt. Eén kompie, is verdeeld over het deel Overasselt en het deel Graven geland. En heeft binnen een anderhalf uur vechten uiteindelijk beide zijdes van de brug te pakken kunnen krijgen. Dat betekende dat die brug was in handen. Daar konden degenen die vanuit Brabant opkwamen, de landtroepen, konden daadwerkelijk Nijmegen bereiken. De tweede brug, dat was de brug bij Waalbrug, moest bereikt worden door binnen te treden in Nijmegen als divisie. Dat viel wat tegen. Na twee aanvallen op het centrum van Nijmegen hadden de Duitsers zich zo snel gereorganiseerd en ook troepen vanuit de Veete-Betuwe binnengetrokken, dat het één groot Duits bolwerk werd. Een Duits bolwerk waar we eigenlijk niet doorheen kwamen. Daardoor hebben de Amerikanen na drie aanvallen moeten terugtrekken. Uiteindelijk, de generaal Gaffin, de commandant van deze 82nd, 82e Airborne Division, generaal heeft besloten om een daring plan uit te voeren. Daring in zoverre, we moesten hier de Waal over. Normaal, als een militair, val je een brug van twee kanten aan. Wij landmachters uiteraard weten dat. Een brug pak je van twee kanten, dat betekent dat beide kanten moet landen. Dat is hier nooit gelukt. Ze zijn aan de ene kant uiteraard aan zuid van Nijmegen geland. Dat bleef voor deze generaal maar één ding over. Kijken of die aan de overkant razendsnel kon worden en van twee zijden deze Waalbrug pakken. Zijn idee was om dan hier in de buurt, west van Nijmegen, bij de Nijma, de toren staat er nog, bij de Nijma-fabriek hier snel over te steken met boten. En dan via de dijk het aanvallen van het fort wat daar ligt, de Waalbrug naar de noordzijde te bereiken. Dat heeft hij gedaan met twee bataljons. Het belangrijkste bataljon was het derde bataljon van het 504e Para Infantry Regiment. Het was een regiment van deze divisie die tot dat moment nog niet zoveel te doen had gehad. Had de verdediging in de linie Graven, Wiegen een beetje in de hand gehad. Maar dat bataljon van Major Cook kreeg de opdracht om daadwerkelijk hier over te steken. In eerste instantie met twee kompieën, daarna zijn er nog twee kompieën bijgekomen.
Materiaal wat ze hadden was redelijk slecht. Het enige wat de Britten konden leveren waren opvouwbare boten. Er konden zo'n 10 à 13 man in. In het totaal hadden ze 26 boten, dus zo'n beetje zo'n 260 man kon erin. Iets minder, want elke boot moest 2 chinisten meenemen, want die moesten het geheel weer terugvaren voor de volgende wave. Al met al moesten in die boten ook nog wat artilleristen, want je hebt vuurondersteuning nodig en aan de overkant was dus ook ondersteuning nodig. Van de infanterie bleef er dan meestal zo'n 9 à 10 man over. Deze boten waren opvouwbaar en moesten daadwerkelijk eerst hier aan de wal opgetrokken worden als boot. Zeg maar een klein beetje opgespannen worden, dan erin en dan maar paddelen over de Waal. Nou, degene die al vaker hier bij de Waal is geweest, ziet ongeveer hoe breed deze rivier is en wat voor stroomsnelheid. Dus die mannen zijn uiteindelijk hier begonnen en zijn in principe een klein beetje schuin afgedreven met heel veel roeien. Maar het probleem was natuurlijk dat de Duitsers dit soort aanvallen snel door hadden. Ze hebben wel ondersteuning gehad hier van Britse tanks. Die hebben artillerievuur uitgebracht, maar ook rook, om zoveel mogelijk die oversteek te maskeren. Maar de wind was ongeveer als vanavond. Dus na een kleine 20, 30, 40 grote schoten met granaten dreef de rook weg en waren er die eerste 26 boten behoorlijk goed te zien. En dat heeft uiteindelijk in deze oversteek redelijk veel doden gekost. Initieel, in totaal zijn er 6 waves geweest. Dus 6 keer zijn die Chinisten heen en terug gegaan om daadwerkelijk het hele bataljon en nog kompieën van het tweede bataljon over te zetten. Na die 6 waves is uiteindelijk toch het geheel aan de overkant aangekomen. Bij de oversteek zelf zijn er zo al 23 overleden. 2 voordat ze in de boot gestapt zijn. Die werden al aangeschoten door de Duitsers die aan de overkant zaten. En de overige in de boot. Waarvan met name 1 pas in 1947 is teruggevonden in Nederland richting Rotterdam. Die is tijdens een heel lang mission in action geweest. Die hebben ze in 1947 teruggevonden. Die vind je aan de overkant ook apart vermeld. 1947 op de steen die u dadelijk gaat zien als u aan de overkant bent. Verder met het bestrijden van de dijken aan de overkant en het komen naar de noordkant van de spoordijk. Daar zaten zo'n kleine 120, 130 Duitsers over dat hele stuk van spoordijk en spoorbrug. En die hebben alles geprobeerd om zoveel mogelijk die Amerikanen van die dijk af te houden. Dus hebben ze daadwerkelijk ook die spoorbrug nog eens een keer vanaf het noorden moeten beschieten en bestoken. Daarna zijn ze heel langzaam vechtend richting de noordkant van de Waalbrug gekomen. Op dat moment is het ook vanuit de Britse zijde door Nijmegen heen vechtend gelukt om de zuidrand vanuit Nijmegen centrum, de zuidrand van de Waalbrug, te pakken te krijgen. En zo hebben de Amerikanen en de Britten elkaar aan de noordzijde ontmoet. Voor het hele bruggenhoofd in 1 dag voor elkaar was, smiddags bij klaarlichte dag, smiddags rond of 1 uur vertrokken. En s'avonds rondom uur of 7 waren ze beiden aan de overkant van de Waalbrug. Waren er in totaal, voor het bruggenhoofd is gevormd, 48 doden, bleek achteraf. 1947 kwam de 48ste erbij. Deze 48 worden dus nu herdacht elke dag 365 dagen per jaar. Doordat de lichten vanaf hier 1 voor 1 wandelend aangaan. En zo wandelen, lopen die lichten 1 voor 1 lopen mee met degene die hier wandelt. Dat is meestal 1 veteraan die dat doet, veteraan van de dag. Die wandelt hier elke dag 365 dagen per jaar wandelt hier 1 veteraan met deze lichten mee naar de overkant. Loopt naar het monument, brengt de militaire eregroet en komt weer terug. En op die manier herdenken we eigenlijk deze heroïsche oversteek van het 82nd Airborne Division en met name van het 3e bataljon 504 Paren Infantry Regiment. Zijn er vragen? Bij deze, alstublieft. Zo meteen rechts af de trap naar beneden en dan naar links.
Dames en heren, namens Stichting Sunsetmars, dank u dat u vanavond gelopen hebt. Huip, vanavond heb jij 3904e Sunsetmars gelopen. Achter elkaar. We doen dit al een jaar of 8 en we willen dit graag goed voortzetten. U hebt vanavond in een groep gelopen. Als burger bent u altijd welkom op het moment dat de zon ondergaat een keer aan te sluiten. Als de groep wat kleiner is, dat zult u zien, dat is dan weer net even anders. Maar ook voor de collega-veteranen, je kunt jezelf ook een keer opgeven om een keer naar Nijmegen te komen en jezelf als veteraan van de dag te zien lopen en leiding te geven aan de Sunsetmars, want we hebben elke avond een veteraan nodig. Om er ook voor te zorgen dat iedereen nog eens een keer terug kan komen, vraag ik u ook heel voorzienlijk om zometeen op elkaar te letten als u zometeen naar de bus gaat, proeven dat u in de bus bent. Het is een openbaar weg en u hebt gezien, er gaan af en toe ook van die thuisbezorgd fietsen. Ze zijn bijna motoren, zo hard gaan ze. Dank u wel, wees voorzichtig op elkaar en wees voorzichtig met elkaar. Dank u wel. Heel erg bedankt.